Kijk, daar is er eentje. Die begint bijna te planeren. Goedemiddag. Goedemiddag. Uw snelheid viel mij op. Wij draaien even, komen even langzij. Ja? Nou, wacht, kom maar even langzij en een paar houden hem even stil. Ja. Er is namelijk een snelheidsafspraak op dit gebied. Maar u weet het niet. Toezicht is gewoon nodig. Ja. Mensen hebben toch altijd een beetje de neiging van, je kijkt achterom. En waarom doe je dat? Dat deed ik natuurlijk vroeger ook, op mijn brommet. Je kijkt achterom, is er politie of niet? Nou, dan ging je harder rijden. Als wij nu midden op het water gaan liggen, dan weten we bijvoorbeeld al dat we gezien zijn en dat ze dan denken van, we gaan sowieso niks doen. En we willen juist voorkomen dat ze niet alleen maar reageren als er politie is, maar ook als er geen politie is, dat ze zich ook netjes gedragen. Ik zou graag van u een vaderwijs zien. Ja. Nou, het ziet er allemaal keurig uit, meneer, mevrouw. Ja. Dan is het gesprek, advisering, ook klaar. Let op uw snelheid. Bedankt voor uw medewerking. Fijne dag. En geniet van elkaar. Ja. Het kan weer. Hetzelfde. Ja. Dag. Je moet het zo zien, hè. Voer die te hard? Ja. Dat kan ik eigenlijk met vrucht wel zeggen. Alleen, ik heb het niet gezien. Maar ik geloof haar. Maar je moet het bij een auto ook. Het is wel reëel dat je het ook over een langere tijd ziet. Ze zeggen bijvoorbeeld, als je wil inhalen, moet je dat snel doen. Je moet er niet uren na zitten. Dus dat is logisch dat je dan gas geeft. Mensen weten ook al vrij snel dat er een politieboot of wat dan ook in de buurt zit. En met de drone kunnen wij vooraf kijken of we overtredingen, de echte grove overtredingen, of we die vast kunnen leggen. En dan kunnen we daarna een politieboot, dan wel een waterscooter, daarop afsturen. Heb je enig idee waarvoor we komen, meneer? Nou, je mag hier wel varen, maar niet snel en zeker niet waterskiën. Daarnaast, met waterskiën hebben we afspraken dat er een uitkijk is. Die mist u ook. Dus ik zeg u al, sowieso zeg ik u al twee verbalen aan de snelheid. Ja. Want je kunt niet skiën tot bij 20 km per uur. Ik schat uw snelheid zeker tussen de 40 en 50. Ja. Jo, misschien wel harder, maar goed. Dat maakt me niet zoveel uit, dat wordt de eerste categorie. Graag zou ik van u een identiteitsbewijs, een vaarbewijs, een registratiebewijs. Genet, dat is uit mijn hoofd iets van 120 euro. Ja. Daarnaast het uw waterskiet, althans u laat uw zoon waterskiën. Ja. Is afgesproken dat mag in gebieden die toegestaan zijn. Nou, dat is, maar daar moet er een uitkijk bij van minimaal 15 jaar. Die mist u ook. Ja, de boetes op water zijn gewoon duur.